Deze nieuwsuitzending is heel erg modern, want die gaat over vaker nieuws. Dat is Engels, hè? Fake noemen ze dat daar. Op zijn Nederlands, en eigenlijk zou iedereen Nederlands moeten praten, maar dat is helaas niet zo en ik heb daar mijn depressieve momenten van gehad. Vooral toen ik erachter kwam dat we helemaal niet naar de maan hadden hoeven gaan. Want als je in Nederlands had gesproken in die tijd, dan waren we niet naar de maan gegaan. Hè? Nou, die dingen gebeuren gewoon. Hè? Dus, namaaknieuws, fake nieuws. Ik ben een ongelofelijke complottheorist en ik ben helemaal weer op het internet geweest. En waar ik dus achter gekomen ben, het is mensen het echt verschrikkelijk verwoorden om het maar even te zeggen. Van right behind enemy lines, om maar een mooie Nederlandse frase te gebruiken, want Micha Kat zegt dat ook altijd. Way beyond enemy lines. Maar ik ben er wel achter gekomen. Ja. De Verenigde Naties die hebben geconstateerd dat de beren, de ijs, van de beren dus, hè? Maar die zijn racistisch. En de Verenigde Naties, de paus dus eigenlijk, hè? De Verenigde Naties is van de paus en de paus is niet van de Verenigde Naties. Dat weten jullie inmiddels wel, hè? De paus is alleen maar toezichthoudend lid. Hij hoeft zich nergens aan te houden. Geen enkele resolutie zegt hem iets. Maar hij komt wel elke dag langs als er weer eens. Hè? Nou, dan zijn ze achter het berenracisme gekomen. Het schijnt dus zo te zijn dat op de Noordpool zitten uitsluitend witte beren. En ga je meer naar het zuiden toe, ja, voor zover daar nog beren mogen wonen, maar voor zover beren in Canada, zitten er in Afrika nog beren? Ik weet het eigenlijk niet. Maar dat zijn allemaal bruine beren, zwarte beren en daarbovenin alleen maar witte beren. Nou, het Vaticaan die heeft gelijk naar de Verenigde Naties gebeld en gezegd van, dit moet ophouden jongens. Ik heb de bewijsstukken nu niet voor me, want het is top secret. Het is zo geheim, jongen. Dat is het, de space program is er niks bij, hoor. Maar wat ze dus gaan doen, want het moet mooi afgelopen zijn, dan hadden ze twee mogelijkheden. Of ze brengen die witte beren gewoon. Halen ze die mannetjes en vrouwtjes, die brengen ze naar Afrika en Canada. En dat plan is afgewezen. En de reden daarvoor was dat dan die witte beren gediscrimineerd zouden worden in Afrika, tussen de bruine beren. En dan komt er zo'n witte beer, die komt uit Antarctica. Lekker koud hier en plotseling zit hij in Canada. En denkt hij van, jeetje, wat is het warm hier. En dan die andere bruine beren zo van, wat doe je hier, witte beer? Ga toch weg. Dus dat schijnt dus mislukt te zijn. Daar heb ik ook de bewijsmaterialen niet van. Dat is ook fake nieuws. Namaaknieuws. Ik heb er de bewijzen niet van, maar het schijnt niet goed gelukt te zijn. Ik moet dan wel gelijk denken aan Zuid-Afrika, waar wij blanke mensen naartoe gegaan zijn. En ja, dat schijnt helemaal niet te gaan, hè. Maar nu heeft de Verenigde Naties dus, die laat zich ook niet voor één gat vangen. Die heeft dus gezegd, ja, dan gaan we gewoon die bruine beren gewoon naar Antarctica brengen. Kijk, en dan begin ik mij, net als Alex Jones van Infowars.com en PrismPlanet.com, dan ga ik me ongelooflijk zorgen maken. Want je kan wel zeggen dat die witte beren opvallen in Afrika en Canada. Maar volgens mij vallen die bruine beren ook enorm op. In Antarctica. Laat staan dat die bruine beren, die hebben dus een vacht en die is donker. En dat betekent dat die meer infrarood uitstraalt dan dat het opneemt. Ja, vraag me niet naar de details, maar zo zit het wel in elkaar. En die bruine beren, die gaan te koud krijgen, jongen. En dan denk ik weer gelijk aan ons mensen, van ja, wij kunnen wel denken aan vluchtelingenopvang, maar moeten we niet zorgen voor thermopaandekens om die mensen een beetje warm te houden. Hè? Heb ik een hele mooie film klaarstaan trouwens over de migratie van bruine mensen naar het noorden toe. Dat ze zich warm willen laten houden door vrouwen. Maar dat wordt een ander verhaal.
Maar dat de Verenigde Naties ook bezig is, dat de paus ook bezig is met de berenpopulatie. En laten we alle vanavond als christenen bidden voor het behoud van die bruine beren. Het laatste was geen fake nieuws, want bidden heeft wel degelijk af en toe zin. Niet elke dag, niet repetitief en zeker niet in het openbaar, maar voor de rest. Bidden voor die arme bruine beren. Het tweede ding wat ik tegenkwam, dat is ook weer zo'n vergelijkenis tussen de mens en de dieren. Dat de Verenigde Naties zich zorgen is aan het maken over het overmatig lichaamsgewicht van walvissen. Ze hebben namelijk een wereldmaat, een globalistische maat opgesteld voor het gemiddelde gewicht per vis. Ja, en dan heb je de sardine. En die weegt maar zoveel gram. En dan heb je die walvis. Dat is trouwens helemaal geen vis, maar dan nog. Hè? Nou, laten we vergelijken met een dolfijn. Misschien hebben ze de walvis vergeleken met een dolfijn. En gezegd tegen de walvispopulatie. Ja, hier spreekt de Verenigde Naties. Jullie zijn wel heel erg bovenmatig dik. En wat ze dan bedacht hebben. Hoe je obesitas moet bestrijden. En dan moeten die dieren gewoon minder te eten krijgen. En het schijnt dus zo te zijn dat er een MK-Ultra-plan is om gewoon plankton weg te vissen voor de walvissen. Want die worden veel te dik. En straks past een walvis, een gemiddelde walvis, niet meer in de Noordzee. En dan gaat hij met zijn staart lopen flappen op Schiermonnikoog of Schorl. En dat doet pijn aan de staart van zo'n beestje. He? Zo'n walvis moet begrijpen, jongen, tot hier en niet verder. Allemaal biologen van de Verenigde Naties en het kost wat geld. Dat snap ik ook heel goed. Dat vind ik ook heel erg jammer van de Verenigde Naties. Ik had liever dat het gratis was. He? Dat de naties zich gewoon zouden verenigen onder één. En je snapt vast wel wie ik bedoel. Ik wil geen Jood voor de schenen schoppen. Ja, de Verenigde Naties denkt daar anders over. Het moet allemaal gelijk worden. Dus de walvissen moeten. Ja, die moeten de gemiddelde dolfijn nemen. En de gemiddelde walvis. En daar moeten ze een beetje naartoe. En er is binnen een verhaal. Ik weet niet meer welke datum dat was. Ik heb de bewijsmaterialen niet meer, want het is namaaknieuws. Dat dus er biologen waren die zeiden van ja, maar als we de dolfijnen groter gaan maken, dan krijgen ze misschien wel hartverkalking. Of iets met cholesterol of zo. Per slot van rekening zijn er toch zoogdieren. Met een hart. En een lever. Je moet trouwens walvislever absoluut niet eten. Dat is giftig. Er zitten zoveel vitamines in, dat je daaraan kapot gaat. Oh ja, een levertraan smaakt nergens naar. Ik heb dat meerdere keren. Mijn vader had zo'n vervelende gewoonte om voor mij en mijn zus lunch te maken. En dan kregen we twee boterhammen, bruine boterhammen met margarine. Ook zo'n raar spul. Ja, je moet toch wat eten als kind. En dan zat er hagelslag op. Nou, dat beviel me wel. En dan deed hij daar gewoon, terwijl we dat niet zagen, levertraandruppels overheen. Voor de vitamine D. Eba. Maar goed, ze willen die walvissen kleiner maken. En er gaan stemmen op om gewoon dat plankton gewoon weg te vissen. Alles wat die walvissen maar eten, want ze zitten de hele dag te eten, want anders worden ze anders. Als je gewoon een walvis weinig te eten geeft, heb je toch gewoon een walvisje te grootte van een dolfijn. Dat kan toch ook? Geweldig hoe de Verenigde Naties hier, ik ga er bijna van stotteren, maar wat doen ze nou eigenlijk? Gewoon echt heel hard gaat ingrijpen. Ze hebben nog niks gedaan hoor, daar niet van. Maar qua plan, hè? Daar staat de Verenigde Naties onbekend. Hè? We maken een mooi plan. En dat doen we jaren over. En onderwijl gaan we wat oorlog voeren. En wat, er zijn wat verkrachtingen. De Centraal-Afrikaanse Republiek is er wat fout gegaan. En is een jongetje geroosterd. Ah, dat was een heel stout jongetje.
Je had eigenlijk naar Joris Demmink gemoeten. En dat is het volgende punt van de Verenigde Naties, want daar haken ze in met ons. Want ik ben niet van de Verenigde Naties en ik heb vrienden. En wij hebben een hekel aan het feit dat je je eigen kinderen opeet. Daar houden wij mensen niet van. Dat hadden wij beter niet kunnen zeggen. Naar mijn mening dan. Want wat krijg je nu, wat heb ik nou weer gelezen op het complotnieuws? .com/. Of zo is het. Dat rijmt in ieder geval. Je kan het zo vinden. Maar er staat dus dat ze de dieren die hun eigen kinderen opeten in heropvoedingskampen willen doen. Ja. In zijn algemeenheid vind ik dat eigenlijk prima. Want de mensen die hun eigen kinderen opeten, dat zijn een soort van dieren. Laten we eerlijk zijn. Die stammen van de moleculen af. Dat maakt er allemaal niks uit. Maar wat er dus binnenkort aangaat, als deze resolutie aangenomen wordt, mensen. Ja, even als Miga Kat, way beyond enemy lines. Daar gaat de ooievaar eraan. Want op YouTube staat het bewijs dat een ooievaarsmoeder haar eigen kind opeet. Ik wil helemaal geen wereld zonder ooievaars. Aan de andere kant moet je de Verenigde Naties misschien wel gelijk geven. Maar ja, je moet het wel doen, want anders gaan wij dat ook doen. Hè? Dus dat de verklaring is dat er mensen onder ons zijn. En die zijn er. Hè? En die eten hun eigen kinderen op. En dat gebeurt echt. Niet hier in deze flat. Maar het gebeurt wel in Nederland. Dat het allemaal komt door het slechte beeld dat de ooievaar geeft. Die dat ook maar gewoon even doet. Van, oh, jij deugt mij niet. Jij lust mij niet. We draaien tegenwoordig in het Nederlands alles om. Maar vroeger zeiden we gewoon, appels lusten mij niet. En dan vrat hij het gewoon op. Die moeder dan, hè? Zo'n jong. Daar staat gewoon, dat kan je zo op internet vinden. Dan, wat ik dan wel heel mooi vind van de Verenigde Naties, met een uitstraling over Europa en de NATO en de NAVO en de OTAN. Hoeveel heb je er eigenlijk? NATO, OTAN, NAVO. Hoe is het eigenlijk op z'n Duits? Maar goed. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Dat is ook NAVO. Ja, oké. Ja, het punt is, loslopende kippen. Er zijn nogal wat kippen die in de steek gelaten zijn. Of die ontsnapt zijn. En een kip, dat is echt zo'n pikapparaat. Hè? Je zal maar zo'n kip in je tuin hebben. En de Verenigde Naties begrijpt dat hele probleem. En er is een motie opgesteld om gewoon die kippen te gaan vangen. En er was tegelijk iemand van de tegenpartij, die kwam uit Oeganda of zo. En die zei, wat gaan we dan met die kippen doen? En de bedoeling is om die allemaal onder te brengen in de bio-industrie. Dus, als jij op de hoogte bent van een loslopende kip, maak daar een YouTube-filmpje van. En dan kan je sturen naar www.redtheloslopendekip.nl. Maar dan op zijn Engels, dus www.redtheloskoop. Nee, dat gaat ook niet op zijn Engels. Maar goed, je kan het zo opzoeken. Het is toch een namaaknieuws, hè? Maak je een fotootje van die loslopende kip. Komt er een dierenambulance langs. Denkt die kip. En dan wordt hij netjes naar de kippenboerderij gebracht. En daar heb ik ook weer een heel positief gevoel bij. Dan denk ik, ja, die arme kip. Wat moet een loslopende kip hier in Nederland? Breng hem naar Groningen. Stop hem gewoon lekker achter de muren, net als in die concentrationslager. Ja. Een reducciones. En de hele dag krijgt hij een eten en een warme lamp en vers water. Dan wordt hij lekker dik. Obese, dus eigenlijk. Ja. Nou, dan is hij te obese en dan hop, opeten.
denk ik. Maar ik weet niet of dat mag, hoor, van de Verenigde Naties. Misschien zeggen ze wel van, nee, je moet die kip de hele dag te eten geven. En dan moet je hem daarna moet je hem begraven in de grond, zodat de wormen kunnen gaan eten. Want de Verenigde Naties heeft altijd een langere termijn planning. Die mensen denken niet 5 jaar vooruit, die denken niet 50 jaar vooruit. Die denken 5000 jaar vooruit. Alle beesten die laten we een waardige dood sterven in de kippenboerderij. En wij hebben ze allemaal te eten gegeven en water gegeven en alle stront opgeruimd. Maar dan kunnen we weer planten van laten groeien om nieuwe loslopende kippen een kans te geven. Ik denk dat dat geen goed plan is eigenlijk. Ja, maar ik kan niet op die langere termijn drinken. Want dat drinken of denken. Maar bij de Verenigde Naties zullen ze het wel weten, denk ik. Dan komt er een zorgelijk punt. Dat is CO2-uitstoot van de dieren. Ik heb het al in eerdere uitzendingen gehad over het feit dat als je koolstof hebt, dan kan je organisch materiaal hebben, zoals planten, dieren en mensen. En heb je geen organisch materiaal, dan heb je geen planten, heb je geen dieren, heb je geen mensen. Het vervelende is dat de hoeveelheid organisch materiaal, als die echt tot leven komt, dan wordt dat onderwijl CO2 en daarna weer CH4 of C2H, niet liegen, 6 of C3H8 of ja, uiteindelijk kom je bij zetmeel uit en dat kan je weer opeten. Maar onderwijl, als die cyclus echt gaat draaien, heb je dus veel CO2. Wat beter is volgens de Verenigde Naties, is dat we de CO2-concentratie gaan verminderen. Nou, daar zijn wij mensen natuurlijk ook mede voor verantwoordelijk voor. Maar die dieren ook. Ja, dan kan je dus de CO2-uitstoot van mensen verminderen. Door ze te leren om niet met de auto te rijden. Het punt is dat je ze dan allemaal thuis hebt en dan doen ze helemaal niks. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze wargames spelen op een iPad? En met dieren, hoe moet je nou de CO2-uitstoot van dieren gaan verminderen? Want dat is een beetje koe. Je moest eens weten, man. En al die vissen. En die vissen die vreten zich maar helemaal suf. En dan uiteindelijk zijn ze 5 jaar oud geworden. En dan... En dan krijg je allemaal van die rot. En hop, dan komt al die CO2 naar boven. Dus de bedoeling is dat we... Het is dus een motie, die komt uit Nigeria. Om allemaal vissen uit de zee te gaan vangen. Dan heb je in ieder geval de bron van de CO2 te pakken. Want als die vissen doodgaan, dan wordt het CO2. Nou, we gaan heel veel vissen vangen. En de Amerikanen die gaan een heel groot gat graven. Dat kost even CO2 natuurlijk, vanwege de benzineverbranding. Of mannetjes die met een schep, maar die gaan ook allemaal zweten. Geeft ook allemaal CO2. Dan maken we een heel groot gat. En dan doen we aan de binnenkant plastic coating. En dan dumpen we al die vissen in. En dan zegelen we af met een plaat. Met aan de onderkant ook van de plastic, van het polyester. En dan beton erop. Hè? En een rubberen rand. En we zuigen het vacuüm. Dat stond er ook nog in. Ja, ik heb het bewijsmateriaal niet. Maar de bedoeling is dus dat in dat deksel, daar zit een ventiel in. En er gaat een vacuümpomp op om alle zuurstof eruit te halen. En dan heb je gewoon vacuüm in het ding. Dan zuigt die deksel ook mooi naar beneden. En er zijn gewoon plannen om van die visputten te maken waarin 100 ton vis kan. En dan maar hopen dat de CO2-concentratie in de lucht gaat zakken. Yeah. Zo is er ook een plan. Nou, daar komen ze dadelijk op. Want planten, die moet je eigenlijk... Het is voor we dieren gehad, hè, maar planten, dat zijn onze vrienden.
Als je een plant gewoon laat groeien en er niets mee doet en in leven houden. Met, ja, voorlopig maar vogelpoep, want wij mensen mogen niet meer zoveel poepen, want dan krijg je allemaal CO2 van. En dan houden die planten allemaal in leven, dat je hele grote bomen krijgt. En dan wordt al die CO2 opgeslagen in die bomen. Om dan terug te keren naar het niveau van 1890, toen de eerste CO2-metingen zijn begonnen. Dus alle dieren worden in een put gedonderd, want heb je toch niks aan? Want dat sterft voordat je Abraham kan spellen. Maar die planten, dat heb je, als je een goede plant hebt, die gaan 500 jaar mee, misschien nog wel langer. En als wij echt als mensen onze schouders eronder gaan zetten, ja, dan moet het eigenlijk geen probleem zijn. Hè? Nou, het laatste wat ik hoorde op fake news, dat vond ik wel heel verbazingwekkend, maar ik snap het wel. Ik bedoel, er zit wel iets positiefs aan. Je mag hier in Arnhem niet zomaar een eend doden. Want daar krijg je CO2 van. Ook als je hem opeet. Je gaat hier naar het park toe. Een heel mooi park met allemaal eenden en ganzen. En je pakt er eentje. En dan doe je tjok, en dan ga je hem allemaal plukken. En een hete pan met water. Een beetje fillen. Zo. Ja, jij stopt het in je mond. Maar wat wordt dat? Dat wordt CO2. Nou, dat hebben we bij de muggen ook. Dus ook de mug heeft volgens de, maar dat is wel heel nieuw hoor, dat is ingediend door Ghana. Of was het nou een Aziatische staat? In ieder geval, het was niet uit Finland. Dat weet ik zeker. En ook niet uit Schotland. Maar die mensen daar in Ghana, die weten best hoe de Finnen om moeten gaan met muggen. Namelijk, in leven laten. Dus er wordt momenteel bij de Verenigde Naties in opdracht van de paus. De muggenrechten worden opgesteld. Hoe? Er is zelfs al uitgeschreven wat het kost om muggencontroleurs in te stellen. Dus dan komt er niet heel vaak hoor, maar 1-2 keer per week. Dan komt er iemand bij je langs en die heeft dan zo'n ultra gevoelige microfoon. En er zit er hele handige software in. En die schijn je dus ook gratis te kunnen downloaden op je iPhone. Dus dan kan je zelf ook testen hoe goed die software werkt. En dan druk je op zo'n knopje en dan gaat hij samplen. En dan zegt hij gewoon 3 muggen. Of 2. Want je kan het horen van het enige zoom, dat heet het Doppler effect. Hè? De ene mug komt op je af, dus dan heeft die mug een hogere toon dan die mug die van je wegvliegt. Ja, kortom, dan moet je neemt gewoon je audiosignaal en dan doe je daar een fast Fourier transformation overheen. Dan scheid je het in frequenties samen met de richting. Niet eenvoudig is het hoor. De fast Fourier transformation is al moeilijk. Maar dan moet je ook nog tweedimensioneel. Want je zit vanuit één microfoontje te meten. Dus je hebt een heel plat beeld. Je kan geen diepte zien. Maar je kan wel, net als een vleermuis, op basis van je sonor, hè, je microfoontje, en die zoemende mug, tellen hoeveel muggen er in je woning zitten. En dan komen ze gewoon de volgende dag weer langs. Als je meer dan 3 of 4 of 5 muggen in je woning hebt, dan komen ze weer langs. En dan zeggen ze, mogen we even tellen. Want je mag niet zomaar een mug doodslaan. En als ze er eentje missen, dan zeggen we, hé, je had gisteravond 4 muggen en vandaag nog maar 3. Dan kan je altijd zeggen, ja, hij ligt hier in de hoek. Maar dan moet je wel weten waar die ligt. Ja, en dan heb je als burger nog een remedie, zo heet dat, een remedy. Het heet dan legally, een legal remedy. Een wettelijke remedie. Niet rechtmatig, maar wettelijke remedie. En dan moet je een fotootje maken van die dode mug. Of je moet tegen die ambtenaar zeggen, daar ligt die. Je mag het ook via e-mail doen hoor. Ze hebben een website gemaakt voor een missing mug.
Missing Mosquito, zo heet dat. Ja. Missing Mosquito. En dan komt er een ambtenaar bij je langs en die telt maar 3 muggen. Terwijl de dag daarvoor waren het er nog 8. Want dan zit je echt in de gevarenzone, jongen. Maar dan vind je, als je dan 2 dode muggen vindt waarvan je kan aantonen, die heb ik niet doodgeslagen, die zijn van ouderdom gestorven, dan zal een rechter het aannemelijk achten dat jij respect hebt voor de paus en zijn onfeilbaarheid. En voor de Verenigde Naties knielen we allemaal. Of we gaan eraan. En de muggen, die blijven leven. En de olifanten moeten ook afvallen. Gewoon allemaal kleine olifantjes. Want die grote olifantjes, die eten zoveel groen. Het geeft alleen maar CO2. Dat was wel een mooi fake nieuws. Vond je niet? Hey, dank jullie wel voor het lachen. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag liever.